wat moet ik doen vandaag? Ik moet mijn uiteindelijke versie van mijn geïntegreerde proef afmaken. Het moet niet helemaal af zijn vandaag. Maar ja, ik moet ze wel zo goed als af hebben. Of afmaken, verder afmaken. Die tractors weer. En ik moet aan mijn creatieve juryvoorstelling werken. Gisteren heb ik aan mijn vergelijkende studie en mijn ervaringsverslag gewerkt. En heb ik ook mijn woord vooraf inleiding besluit verbeterd. Dus dat heb ik gisteren gedaan en nu moet ik dit vandaag doen. Ik heb ook weer lekker een smoothie gemaakt. En dit is mijn ontbijt eigenlijk. Het is nu 10:40. Dus ik ga maar eens beginnen. We zijn er eigenlijk echt bijna, om zo te zeggen. Maar die laatste prullen en die laatste dingen, dat is gewoon zo... Ik weet gewoon niet meer wat ik al gedaan heb en wat niet. En wat er eigenlijk echt nog moet gebeuren. En wat is er nog belangrijk? En moet ik dit nog nalezen? Heb ik dat al nagelezen? En dat is gewoon zo... Ja, mijn hoofd is even op... Ik sta even op ontploffen. Dus ik ga nu, het is nu 3:40. Ik ga nu even in de hof zitten met mijn boek. Even ontspannen, denk ik. Hoi hoi, het is zondag vandaag. I guess 27 mei. En vandaag ga ik echt eens wat meer vloggen als gisteren. Want meer vloggen dan gisteren. Want ik heb gisteren bijna niet gevlogd. Of toch niet genoeg naar mijn gevoelens. Dus het is nu 9:55 en ik moet nog ontbijten. Mijn papa is naar de bakker pistolets gaan halen. Ik ben rond 9:30 opgestaan en dan ben ik in de douche geweest. En vandaag moet ik weer veel voor school doen, maar vandaag wil ik echt mijn GP af hebben. Al kan ik daardoor niks voor de rest voor school doen, ik wil het gewoon echt, echt af hebben. En ja... Gewoon omdat ik ben het nu echt beu en ik wil gewoon mijn af zijn dat ik het morgen kan doorsturen naar het afdrukbedrijf, naar het de drukker, het afdrukbedrijf, naar de drukker. En ja, ik wil het gewoon echt graag af hebben. Ik heb gisteravond nog van alles gedaan. Ik heb nog naar buiten mijn boek gaan lezen. We hebben een spaghetti gegeten, nog wat buiten geweest. Dan heb ik nog voor school gewerkt. Ik heb ondertussen een juiste inhoudsopgave weten te maken. En echt één zo die helemaal juist is zo qua automatische opmaak, dat je dat niet handmatig moet doen. En dat was echt een heel gedoe, maar het is uiteindelijk gelukt. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat dat nu gelukt is. Die staan nu ook definitief in mijn uiteindelijke versie. En op een of andere manier ben ik een beetje hees. Ik weet niet waarom. Ik heb ook al gepland wat ik vandaag ga doen. Dus dat zullen we ook eventjes laten zien. Ja, nog niet echt helemaal wat ik... Maar ik heb dit gisteren niet gedaan. Dus daar moet ze biedt nog een kruis door. En ik heb dit gisteren gedaan. Dit en dit. En dat moet ik eigenlijk vandaag nog eens doen. Vooral dit. En dat moet nu echt af. Ik heb hier kop 3 geschreven, maar ik weet niet waarom ik dat gedaan heb. Ja, zwart.
Dus ik moet vandaag die uiteindelijke versie afmaken en ook mijn logboek aanvullen. En eventueel hier nog aanwerken, maar ik weet niet dat het er nog van gaat komen. Ik ga nu al beginnen met SW af te drukken en aan dat verslag van SOAS te beginnen. Ja, dat hebben we geleerd over SOAS. Vraag me niet waarom. Maar daar moet ik dus een verslag over schrijven, over een artikel daarover. En voor SWA is afdrukken. Dus dat ga ik nu doen. En dan, ja, spreek ik jullie zelfs nog. Mijn verslag is al geschreven. En mijn SW is alles al afgedrukt. Dus dat wil zeggen, het is nu 11:55. Dat wil zeggen dat ik nu heel de middag nog aan mijn GP kan werken. Dus dat is echt supergoed. En ja, ik ga zo samen met mijn mama nog wat overlopen. Van, ja, volgorde niet echt, maar zo qua tekst. Nog een beetje zo de verfijning, zo'n beetje zinsconstructie en zo. Dus dat ga ik zelf eens doen, maar ik ga nu eerst nog eens alles een beetje nalezen en zo. En dan is het vandaag normaal gezien eindelijk klaar. De verslaving begint te komen, maar ik heb weer een smoothie gemaakt. Gisteren heb ik er ook een gemaakt als ontbijt. En afgelopen woensdag heb ik er ook een gemaakt als voor in de namiddag. En nu zit er kiwi, haver, banaan, aardbei en een beetje yoghurt in. En het is echt lekker. Wel een beetje zuur, maar dat vind ik niet erg. En ik ben van plan er ook zo eens in te maken met spinazie en zo. Maar dus, ik ben nu op mijn inhoudsopgave bezig. En ik ben allemaal vinkjes aan het zetten van wat echt al klaar is. Waar ik eigenlijk niet meer naar moet kijken. En dat ga ik nu gewoon zo afwerken. Mijn verslag van de SOAS is al klaar. En SW is al afgedrukt. Dat heb ik al gezegd. Dus dat is eigenlijk super goed. En ik ga gewoon voortwerken nu. Het is ook keihard aan het regenen buiten. En mijn ouders zouden keigraag met mijn broertje naar de kermis. Want het is hier kermis. Maar ja, dat gaat nu niet. Want het regent echt. Misschien stopt het zelfs. Maar zwart. Ik ga voort. Question. Vinden jullie dat gezellig als het super hard regent terwijl je aan het leren bent? Ik ook echt wel. Ik ga een poging doen om het te showen. Ja, kijk. En dat geluid en alles. Ik vind het echt super gezellig. Volgens mij is mijn GP klaar. Of toch, het allergrootste deel is volgens mij toch klaar. Het is nu 5:00 en het is al een paar uurtjes klaar. 2 uur klaar of zo. En ja, mijn mama gaat dan morgen op haar werk afdrukken. Zodat ik morgenavond dan nog eens kan bekijken. Eventueel dingen nog kan aanpassen. Want ik moet morgen in de klas ook nog dingen vragen. En dan kan ik het normaal gezien morgenavond naar de drukkerij doorsturen. Ah, echt eindelijk, ik ben echt opgelucht, want nu is eigenlijk, ja, zo goed als alles af, zeg maar. Ik kan eigenlijk zeggen dat hem klaar is. Buiten dan dat ik nog 2 vraagjes moet stellen morgen, maar dat is niet echt niks meer inhoudelijk of zo. Dus dat is echt super goed. En ik ga nu een vlog bewerken en dan die uploaden nog. Ik wil die proberen om 7:00 te uploaden. Dus dat ga ik nu nog doen en ik hou jullie op de hoogte. Ik zie er een beetje monsterachtig uit of zo. Maar boeien, ik ben ondertussen al gestopt met voor school te werken. En ik heb een thee gemaakt. Die staat hier nog af te koelen. Die is nog te warm. Het is gemberthee. En het is nu 9:10. En ja, ik vind dat ik van mezelf wel. Ik vind dat ik voor mezelf wel eens een avondje niks mag doen. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga 13 Reasons Why kijken. Ik zit nu aan aflevering 4 of zo. Dus dat ga ik nu doen. En ja. Dan ga ik voor de rest nog van mijn avond genieten. Het is 10:30 en ik ga nu slapen. Dus slaap wel en tot morgen. Hallo, het is vandaag maandag en ik heb uitgelopen mascara. Mijn vingers zien een beetje paars. En ja. Maar het is dus maandag. Ik heb even de kleren aan van gisteren. Omdat ik had een kleedje aan en dat zat niet zo mega geweldig, fantastisch, comfortabel.
Maar vandaag had ik dus een dag school en het is nu al 20 voor... Wow, het is al 20 voor 8. Oké, het is dus al 20 voor 8 en ik heb net allemaal groentjes gesneden. Rode kool en wortelen voor mijn slaatjes die ik eet tijdens de middag. Dat vind ik echt lekker. En wat hebben we nog gedaan? Op trampoline gesprongen, gegeten en ik ga nu voor school werken. Ik heb ook nog niks gedaan, maar heb vandaag voorgenomen niet veel te doen. Zodat ik nog een laatste keer vandaag kan ontspannen en dan vanaf morgen er echt kan invliegen. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga mijn GP echt afmaken en dan doorsturen. En dan ga ik nog heel even wiskunde overzien, maar zo eens lezen. Dus dat, oh mijn bril dampt aan. Dus dat ga ik doen. En ja, ons mama heeft vandaag op haar werk mijn GP's afgedrukt en ik ben er zo nu door aan het bladeren. En eigenlijk ben ik best wel trots op wat hier nu voor mij ligt, want ja, je hebt daar sinds oktober, allee, bent je daar al mee bezig en het heeft zoveel werk, zoveel tijd, zoveel gestres, gedoe, echt van alles. En nu is dat gewoon af en ligt dat gewoon voor je neus en dat is echt van wow. Eigenlijk mag ik daar wel kei trots op zijn. En dat zeg ik ook bijvoorbeeld in mijn voorwoord. Hè, met trots kan ik eindelijk het eindresultaat van mijn studies onderzoeken, ervaringen en bevindingen met u delen. En dan, oh my, er zit even iets in mijn blouse. En dan op het einde in mijn besluit zeg ik dat ook nog eens. Van, wacht, hè. Ik ga met een gerust hart deze opdracht afsluiten. Ik heb mijn uiterste best gedaan om deze klus voor elkaar te krijgen. En ben ongelooflijk trots dat het me gelukt is. Eigenlijk is dat zo wel echt. Dus ja, dat wil ik gewoon even vertellen. Mijn GP is doorgestuurd naar de drukkerij. Dus nu kan ik er officieel niks meer aan veranderen. Het is dus gewoon echt klaar nu. En ik ben helemaal blij. Ja, ik ben wel echt gelukkig dat het klaar is nu. Want nu moet ik er eigenlijk echt niks meer aan doen. En sinds... Ja, ik besef het niet zo goed. Het klinkt echt debiel dat ik er zo excited over doe. Maar sinds oktober ben ik er echt keidikos mee bezig geweest. En nu is het gewoon echt af. En gewoon klaar. Dus ik ben gewoon echt super excited. En ja, ik ben heel erg blij dat het nu klaar is. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 29 mei, denk ik. Ik weet het niet meer. En ik ben aangekleed. Het is nu exact 7 uur. Bijna toch. En ik ga naar beneden. Slaatje maken voor vandaag. Ontbijten. En dan naar school vertrekken. En dit is wat ik aan heb. Dit had ik trouwens gisteren ook aan. Een kleedje, want het is echt super warm. Een wit kleedje. En ik ga nu alles doen beneden en naar school vertrekken. Dus ik zie jullie straks. Mijn avond is een beetje anders verlopen dan verwacht. Ik dacht dus dat mijn GP klaar was. En vandaag in de klas zeiden ze ineens een aantal bijlagen die er wel bij moesten. En ik wist dat dus niet. En ik probeerde die dan daar straks in te zetten. En heel mijn GP versprong. En mijn paginanummer klopte niet meer. En mijn titels klopten niet meer. En ik weet allemaal niet hoe het komt. Maar ja, ik ben dus ook niet kunnen gaan dansen. Niet dat ik dat zo, ik weet niet, dramatisch erg vind, maar wel spijtig, want ik had heel veel zin om even te ontspannen. En we bestaan, ja, we hebben zelfs staan roepen en alles, want het werd echt, ik werd echt zot en niks klopte meer. Dus ben ik eigenlijk met mijn titels en mijn inhoudstabel helemaal opnieuw moeten beginnen. En het is nu 20 voor 10 en ik moet nog aan mijn wiskunde leren, want daar heb ik donderdag test van. En op één namiddag krijg ik dat niet geleerd, omdat ik dat gewoon niet zo goed kan onthouden. En ja, dat was dus nieuw dat ik dacht dat mijn avond zou lopen. Maar het is nu wel zo gelopen en ik ga gewoon nu nog wiskunde doen en dan slapen. En mijn GP is nu verstuurd, dus als er nu nog iets bij of af moest, dan, ja, dan is dat maar zo en dan is dat heel spijtig.